Hey, ik zie dat je geniet van de serie. Alleen je bent nog niet geabonneerd. Jammer. Kan nog. Ja, op rode knoppie. Ik waardeer het. Geniet van de serie. Oh, wat een smerig weer. Laat me mijn brother trouwens even bellen. Hey, Labrowski. Yo, Asti. What's up? Fuck, Labrowski. Lekker, man. Ja, lekker, man. Ik ben... waar ben je? Ik ben in kantoor, man. Oh, lekker, man. Ik ben er bijna. Ik kom even van stad af. Ja, echt lekker, man. Maar een beetje smerig weer buiten, man. Ja, het is echt slecht weer, man. Daarom zitten we ook lekker thuis. Ja, toch? Ik ben er. Dat is cool. Zie ik je zo. Dat is cool, Hans. Oh, wat een weer. Wat een weer, man. Hans. Ja, man, bro. Hoe gaan de zaken? De zaken gaat goed, man, bro. We hebben 8 miljoen bijna bij elkaar al zwart. Oh, lekker, man. Dus er moet veel gewassen worden. Ja, man. Sowieso. We gaan vanavond even een goede was draaien. Ja, toch? Gaan de boys gaan lekker mee. En zijn er nog een paar mannen waar je... Ja, man. We hebben afscheid genomen van één guy, man. Van wie? Van Papito. Wat is er gebeurd? Zijn familie is in de nacht gekomen. En hij is, weet toch, zijn familie is heel streng voor hem geweest. Dus hij moest helaas uit de gang. Oké. Dus wat zeg je? Nog ooit een plekje terug voor hem? Of? Nee. Het is geen school hier zo, weet je? Dat je in en uit kan lopen, weet je? Dus blood in, blood out, man. Ja, zo zit het. Helemaal. Maar hij heeft echt goed gewerkt, keihard gewerkt, weet je? Maar weet hij niet te veel? Moet hij niet eraf gehaald worden? Nee, hij weet te weinig. Hij heeft alleen maar voor ons geplukt. Hij was eigenlijk nog in de meeloopfase. Dus hij weet niet de belangrijke dingen. Oké. Maar je ziet ook geen kans dat hij een andere gang gaat joinen of iets? Ja, hij is met zijn familie. Hij heeft een nieuwe familie hier gestart. Althans, zijn familie is hierheen gekomen. Dus het eigenlijk wordt concurrentie, dat wel. Maar aangezien dat hij niet veel weet en netjes voor ons gewerkt hebt, dan zien we dit door de vingers. Zo, meneer. Boy, je praat helemaal in codetaal, man. Zeg gewoon, hij is in een andere gang gejoind, joh, gek. Ja. Ik denk, hij heeft problemen met zijn echte familie. Ik denk, er is iets met zijn tante of zo, man. Nee, man, bro. Oh. Zijn familie, ja, hij heet de Papito-familie. Kijk, wij heet het code 2, hij heet Papito. Oh, dus Papito. Nou, als er ooit iets raars gebeurt en Papito's komen hier, dan weten we wie we moeten hebben. Weten we wie we moeten hebben, precies. Bro, het ene komt, het andere gaat, het ene gaat, het andere komt. Als hij een van de hoge rangen had, weet je, dan had hij eraf gegaan, bro. Bij direct. Dat moet. Aangezien dat hij weet nog niks. Dus. Is wel zo. En wat zijn de plannen voor vandaag? Hebben we nog afspraken? Komen er mensen langs? Man, business? Het ziet eruit als een relaxed dagje. We kunnen dus straks even flappen tellen. Ja, als je flappen wilt tellen. Ja, toch. Ik weet dat het bijna 8 miljoen is. Dat is een fors bedrag. Ja, en binnenkort even nieuwe wapens bestellen. Ook belangrijk, man. Ja, die van mij is een beetje rustig geworden. Veel geschoten, hè, Hans? Ja, veel geschoten. En hij jampt een beetje, dus ik kan het niet meer gebruiken. Komt goed, man. We moeten ook even naar wat grotere wapens op zoek gaan. Ja, man. Speciaal voor jou. Ik weet dat je met grote wapens wil schieten. En we moeten een paar boksbeugels fixen, bro. Wow, ik vind eigenlijk dat het een verplichte wordt dat iedereen in de gang een boksbeugel bij zich draagt, man. Dat moet ons kenmerk worden, man. Ja. Wel geen knuppels? Nee. Nee, ook geen knuppel, man. We geven de code 2 vuist. Ja, toch? Snap je? Precies. Lekker, man, die rust, hoor. Ja, heerlijk. Het gaat de goede kant op. Ja, dat is het belangrijkste, bro. Dat is het belangrijkste, bro. Dat we dit zo kunnen runnen als twee broers. Ja, dat is en mooi. En dan onze broeder Rocco nog erbij, brother van Ademadder. Ja, toch? Ik weet niet waar die is. Zo met een chickje bezig zijn. Zoals. Ja, een tijdje. Ja, zaken gaan goed. Lekker, man. Living the life, man. Living the life. Bro. Dat zijn ze, man. Yo, boys. Yo. We hebben twee gasten voor de deur. Twee gasten? Wie? Ja, ze doen een beetje vaag en zo, ze hun naam niet zeggen. Ik heb geen idee. Oké, Hans, je hebt een strep op je? Ja, man, sowieso. Ja, toch? Ze willen hun naam niet zeggen, ze zitten in nette parken en zo. Ik weet niet wat we doen. Oh, we kijken al even. Ah, wat nou weer? Oh, dat gezeikje voor de deur, jongen. Oh, dat gezeikje. Een goeiedag. Hele goeiedag. Goeiedag. Kan ik wat voor jullie betekenen, hier? Of, Ja, we hebben een deal voor jullie. Een deal? Wat? Ja. Kom maar naar binnen. Wacht. We gaan niet de bed bespreken. Kom. Ah, is goed. Ah, man. Loop mee, jongens. Ah, ja, man. Kom maar hier. Neem maar even plaats. Heren. Ja. Jullie zeggen dat jullie een deal voor ons hebben. Yes. Een hele mooie deal. Een mooie deal. Kijk, ik weet niet wat jullie van ons verwachten. Of je verwacht dat we illegale praktijken doen. Ik weet niet... Leg gewoon uit. Want jullie zien er aardig serieus uit. Netjes in pak. Yes. Dus, zal ik het uitleggen? Leg het maar uit. Ja. Wij hebben dus via gehoord dat jullie een beetje ruzie hebben met
Get Back Gang. Dat, ja, dat is wel een punt. Dat is een beetje de word on the street op dit moment. Ja, inderdaad. Nou, okay. En wij hadden dus contact met hun en we willen bij hun gaan witwassen. Okay. En we kunnen hun dadelijk gaan bellen en vragen of we ergens kunnen afspreken om te gaan witwassen. Dus dat wij, ja. Okay. En wat hebben wij daaraan dan? Nou ja, sinds dat jullie ruzie hebben met hun, kunnen we er met jullie een ripdeal van maken. Dus eigenlijk wil je zeggen, twee vliegen in één klap? Inderdaad. Gisteren hebben we ook 2 miljoen zwart wit gewassen. Oké, dus jullie zijn wel goed met hun en dat is allemaal goed gegaan? Ja, dat is goed. Oké. Hoe zit het met het vertrouwen tussen jullie en Get Back Gang? Heb je daar enige informatie over? We hebben ze één keer ontmoet. Voor de rest hebben we niet echt meegemaakt. Oké, dus wat ik tot nu toe hoor, is jullie hebben één keer elkaar gezien. Was dat toevallig ook voor een deal? Of? We hebben gisteren één keer wit gewassen bij hen. Kijk, de vraag is dus, hoe weten wij dat jullie ons niet in de maling nemen? Ja, hoe weten we dat eigenlijk? Ben je op goede punten, Hans? Kijk, je staat in één keer voor... Hans, heb je al een keertje verteld hoe ik er niet van hou als mensen mij in de maling nemen? Heb je dat ooit verteld? Leg ze eens uit. Ah, jongens, luister dan. Ik weet niet of jullie wat dingen hebben gehoord over Code 2 gang, maar we houden er hier niet van. We houden er niet van om in de maling genomen te worden. Want dan fok je met mijn respect, snap je? En respect staat hoog hier. Ja, wie weet zijn jullie gewoon infiltranten, weet je. Oké. Kijk, ik snap het, maar jullie kunnen het plan gaan verzinnen. Laat hem uitpraten, dat vond ik interessant. Dus wij verzinnen het plan. Ja, jullie kunnen gewoon ons gebruiken als, als een loopjongen soort van. En dan, want ja, ze hebben onze vertrouwen, denk ik, aangezien we gisteren gewassen hebben bij hun. Maar boys, weet je wat mij een klein beetje dwars zit? Ik bedoel, jullie zijn ook waarschijnlijk geen lieve jongens. Ik bedoel, jullie hebben vertrouwen gewonnen, net zoals dat jullie dat bij ons proberen. En jullie gaan hun rippen. Snap je? Kijk, wat tussen jullie is tussen jullie. En dat jullie hun willen rippen, oké, hè? Dat is jullie ding. Maar jullie snappen wel dat we wel gewoon een beetje spichtig hierop zijn, toch? Ik zal het vertellen. Kijk, wij zijn een opkomende gang. Ja, ja. En we willen graag op een andere manier gaan bijverdienen. Want hoe we het doen... Dat gaat echt maar niet echt goed. En, jullie hebben gewoon een soort van startkapitaal. Ja, dag. Ja. Oké, maar weet je wat, dat is jullie ding, weet je. Daar hebben we niks mee te bemoeien. Onze zaken zijn onze zaken. Ik zeg alleen maar als jullie ons maar niet proberen te naaien, goed. Nee, maar dit is eigenlijk een win-win. Want daar heb je misschien een punt. Want hé, Hans, we hebben wel een appeltje te schillen met sorry. We hebben wel een appeltje te schillen. Ja. Die fucking Ivan richt een wapen op mij, maat. Een wapen! Man, ik word weer ziek. Ja, sinds gisteren. Sinds gisteren, dat zegt hij net, Spuitdelf. Oh, sorry man. Ik heb begrepen dat hij gisteren gewassen had. Dat, ik wist niet dat hij hem sinds maar, gisteren... Maar kan jij NS nu bellen voor me? Tuurlijk, kan ik. Vraag of hij überhaupt tijd heeft voor een deal. Ja, is goed. Hey, jongens, laat me wel één ding jullie laten onthouden. We gaan het op onze manier doen. Ja, jullie hebben hier de leiding. Ja, kijk, toch? Kijk, dat waardeer ik. Dat waardeer ik. Oké, ik ga hem bellen, jongens. Zeg dat je hem straks locatie stuurt. Yo, brother. Yo, hoor je mij? Ja. Hey, ik en mijn mattie hier willen wat geld witwassen. Kan dat? Oké. Heb je nu tijd dan? Ja, ik zal je locatie doorsturen en dan meeten we daar. Yo, later. Het is gefixt, man. Het is gefixt, ik hoor het, man. Dus, boys. Hans, kan jij even een paar mannen optrommelen? Ja, ik ga even de boel trekken. En dan, jongens, dan zou ik zeggen, volg ons. Ik weet nog wel een locatietje. Is helemaal goed. En dan kan het gefixt worden, man. Oh man, dit komt ineens uit de lucht gevallen, man. Dat is mooi, hè, Hans? Sowieso, bro. Het zat me al dwars en nu kunnen we dit gewoon gelijk zo even settelen, man. Maar ik wil van tevoren één ding afspreken. Ja, ja? Ja, wij komen hier natuurlijk niet voor niks. We willen ook zeg maar een beetje onze deel hebben, als het goed gaat. Wow, geen zorgen, man. Wow, het komt goed. Luister dan, jullie krijgen gewoon jullie deel, helemaal niks aan de hand. Wij hebben een hele andere missie. Nou, ik hoef dat geld niet eens, man. Is goed. Dat is helemaal goed. Dat komt goed, joh. Misschien een kleine percentage of zo, je weet toch maar. Dat spreken we later wel af. Dat spreken we later af, man. Dit is veel meer waarde, veel grotere waarde, man. Oh. Zijn de mannen ready, Hans? Ja, de mannen zijn ready, bro. Hey boys, volg ons maar, man. Oké, heren, wat denken jullie over de situatie, man? Ik denk dat ze ergens wel te vertrouwen zijn, maar we moeten scherp blijven, man. Ja, scherp blijven. Ze kunnen counteren, sowieso. Ja, man. Luister dan. Ja. Moet je dit nou wel eigenlijk wat doen, weet toch? NS en zo, weet toch? Bro, komt helemaal goed, man. Vandaag ga ik laten zien wat respect en loyaliteit is, man. Nou, dat begrijp ik wel, weet je. Maar je begrijpt mij toch ook wat ik bedoel, eigenlijk, weet toch? Ik begrijp wat je bedoelt, bro. Maar sommige dingen moeten gewoon gebeuren. Geloof mij, alles is goed. Oké.
ik heb vertrouwen in je, Peter, sowieso 100. Ik sta altijd achter jou. Nee, ik ook voor jou, man, bro. Oh, we hebben weer een emo gesprekje dit. Ja, nee, dat hebben we even nu niet nodig. Lekko, laten zien wat C2G is. Ja, want daar gaan we heel wat bij leren over loyaliteit en respect. Ja, en twee stappen vooruit, denk ik. Was ah, altijd. Altijd twee stappen. Hier moeten we zijn. Alright, boys. Yes. Dit is de perfecte locatie. Jullie gaan straks hier dus de deal houden. En Hans en ik zijn straks daar op het dak. En dan komen we vanzelf tevoorschijn, man. En is het surprise, motherfucker. Ja, dus jongens, nogmaals, hè. Jullie snappen het toch? Geen verrassingen, man. Nee, geen verrassingen. Hans. Ik hou niet van verrassingen. Hans. Yo. Dan moeten ik, Jay, Kenny en Turku natuurlijk gewoon eraan komen wanneer jullie daar staan, toch? Daar naar beneden zijn getrokken. Als wij zeggen pull-up, dan moeten jullie van kijk, eentje komt vanuit de ingang. Eentje komt vanaf daar, vanaf de hoek. Ja, toch? Dat is de insluiter. Dus en deze auto moet ook weg, boys. Jij dan. Ja, man. Jongens, zet die auto's op een plek waar... want hun scannen sowieso ook locaties, snap je? Dus zet die auto gewoon goed ergens neer, een beetje verstopt. Bij Hansi dan. Ja, toch? Oh, breng ons even naar de snelweg. Zometeen wel paraat staan, man. Hier toch, Pete? Hier is het, even kijken. Ja, hier zo in de midden of niet? Nee, we moeten hem even parkeren daar even. Het moet ergens hier zijn. Het gaat een stukje terug. Kijk, hier zo. Oh, au, oh, ah! Ah, bimpeltje, maar niet uit. Hier is het of niet? Iets verder. Verder, dit is de weg. Hier, op dit deze, is daar staan ze, ik zie die boys staan, oké. Oké, wij gaan bij de modshop staan, ja? Is goed, man, boys. We hebben contact. Yes. Allright, Hans, hier naar beneden, pas op voor je benen. Hey boys, stuur ze maar de locatie, man. Ja. Stay there, steady. Top. Oké, liggen Hans. Liggen. Hans, we moeten straks gelijk pull-up, man. Hans, ik hoop niet dat dit een setup is, man. Nee, maar mannen zijn klaar hier, bro. Dat wel, man. Let's get it. Nee, hij is onderweg. Ik hoor een zware Brabus aankomen, Hans. Hij rijdt Brabus, toch? Ja, wel. Voor mij komt hij. Ik denk het ook, man. Okay, G-Wagon, toch? Ja, man. Je bent ready, toch? Ready, man. Als jij ze onder schot houdt, pind ik ze gauw af, ja? Ja, toch? Nee, dat hoeft niet, want we moeten wel gelijk wegrennen bij. Of wat, dat komt goed. Komt goed. Doe maar. 4 minuten lang, zeg maar. Moet ik die link of die rechter schieten? Nee, bro. Ik denk niet dat ze ons in een setup zitten, man. Rustig. Oh, ik hoor wat. Hey. Oké. Op mijn call goed. Ik hoor iemand is bij, zoals je zei, solo. Hé, hey, boys, wat willen jullie wassen? 1,5 miljoen. Zit in de auto. Jullie zijn aan het werken, hè? Ja. Maar ja, onze locatie is... Hans, liggen. Echt team, boys. Echt zo. Wij moeten even... We komen toch over loyaliteit praten, kom. Bro, kom. Ah, met jou hoef ik niet eens te praten als schooien. Hey bro, volgens mij heb jij heel weinig te zeggen, Enes, op dit moment. Jou heb ik helemaal problemen. Hè, Ivan? Of moet ik zeggen Rico Verhoeven? Hè? Ja, Rico Verhoeven, Ivan. Ja, wat jij wil. Ja. Oké, luister. Ga je me doodschieten? Wat is je punt? Jullie twee. Als ik hier levend uitkom, jongens. Levend uitkomen? Dat is de vraag. Dat is de vraag, jongens. Ja, schiet me, bro. Hey, luister. Laat me iets vragen. Ja? Waarom de fuck deed jij zo stoer aan de telefoon van ik zie je nog wel? Omdat ik je nog ga zien en ik sta nog steeds mijn fucking mannetje. Ja. Grote man, Dennis. Ik ben het gewend van je. En jij, bro? Hè? Met jou heb ik helemaal problemen, bro. Waarom? Die wapen. Waarom richtte je een wapen op me, bro? Toen ik in die auto stapte. Als ik daar nog kon schieten, jongen Peter. Weet je het zeker, bro? Volgens mij is er één iemand die nu kan schieten. Ja. Volgens mij wel, man. Maar los, gaan we zien wie er kan schieten. Oh, bro, we gaan niemand losmaken hier. We gaan niemand losmaken. Boys, kom er even bij. Kijk. Echt niet, ja,
Kijk, weet je wat mij niet bevalt? Dat jij zegt, we gaan wel zien, ja? Dat bevalt mij echt niet. En... is je zaak, bro. En weet je wat mij niet van jou bevalt? Ja? Dat je een wapen op mij trekt, ja? Dat je een wapen en dat je mij wil schieten, dat bevalt mij niet. Ja, weet je wat mij echt niet bevalt? Nou. Dat er mensen zijn die mijn broeders willen neien hier. Wie de fuck denken jullie dat jullie zijn, maat? Handen omhoog, jongens. Handen omhoog. Wat de fuck denken jullie? Omdat wij een akkefietje hebben en je hoort in de stad en hebben beef met elkaar dat ik hun ga neien? Dit zijn mijn broeders, bro. Mijn broeders. En die willen jullie nakken. Ze hebben jullie gisteren goed behandeld met wassen en die wil je ze nakken. Omdat je je gang wil starten, omdat je een goed startkapitaal wil hebben. Maat, bro. Peter, mag ik ze losmaken? Tuurlijk maak ze los, man, bro. Dit zijn onze broeders, man. Akkefietjes zijn dit, man. Zo toch. Oké dan, Peter. Tuurlijk, man, bro. Peter. Oké, okay, dan. Bro, tuurlijk, man. Bro, deze mannen komen... Nee, joh. Ik wou jullie alleen even laten stikken, bro. Wat we daarmee maakten. Onze hoofden zijn altijd heet. Bro. Geef me een knuffel. Bro, sowieso, even man. Even tussendoor. Laat me even iets uit mijn broekzak trekken, ja? Oh, heerlijk. Die heeft hij, hoor. Oh, dat heren. Mijn broeder, man, bro. Broeder. Bro, mensen denken, wij hebben beef met elkaar en ze denken ons gelijk in een setup met elkaar te kunnen zetten, joh. Hey, raar man van jullie. Ik vind het echt, bro. Jullie komen gisteren nog naar ons toe. Ja, we hebben het over loyaliteit en de stad op nummer 1. En dan ga je me zo willen doen? Dat is raar, man. Dat werkt niet, man. Dat werkt niet. Ja, begrijpen. We begrijpen niks, man. Jullie zijn die AK'tjes gewend. Jullie zijn die handwapens gewend, broer. Ik kom even gewoon op een andere model. Je toch? Oké, man. Geef mij ook eentje om te blazen, man. Of weet je wat eigenlijk? Ze wouden jullie nakken. Schieten jullie ze maar, man. Ja, broeder, we pakken ze allebei tegen die muur. We kunnen ze gewoon allemaal schieten, toch? Allemaal schieten. Geef ons nog één kans, man. Geef ons nog één kans. Tegen die muur staan, zeg ik. Eén kans, zegt hij. Sta op. Ga tegen die muur staan. Tegen die muur, jongens. Deze muur, bro. Ik zeg eerlijk, jullie zijn mijn AK-kogels niet eens waard. Ik kan het voor jullie afmaken. Ik kan het voor jullie afmaken. Oké, die linker, ik pak die rechter. 3, 2, 1. Nee. 1. Boys. Oké dan, maar pan. Wie de fuck denken ze dat ze zijn? Jolle. Boys rennen. Hans, kom. Boys rijden. Oh. Rustig. Oh, de fucker man, broeders. Oh, de fucker man. Oh, man. Sorry dat ik het even zo moest doen, man. Maar die boys wilden jullie in de setup zetten, man. Ze kwamen bij ons langs om te zeggen van... hey, laten we een plannetje maken. Dan zijn het 2 vliegen in 1 klap, man. Nu waren het andere vliegjes in 1 klap. Dit waren muggen, broer. Grappenmakers, man. Grappenmakers. Tering, nou. Ik schrok me dood, ouwe. Ik dacht, wat de fuck is dit? Nee, maar bro, hoe lang kennen we elkaar al, man? We hebben alles met elkaar meegemaakt, man. Facts. Broeder, ga fuck gaan we. Maar laten we wel afspreken, boys. Laten we niet meer op elkaars terrein schieten, man. Dat is, Nee, klopt. Ik had niet bij jou moeten schieten, jij niet bij mij. Maar die dingen gebeuren. Ja, facts, man. Wel bedankt, man, Roski. Geen probleem, man, bro. Die mannen wouden jullie willen naaien, man. Ze dachten via mij een ingang te vinden. Ze zijn gek. Bro, daarom, never trust no one, bro. Is zo, man. Niet uit hoe goed ze praten. Oh, daarom, ik ben altijd loaded, man. Shit. Politie is volgens mij al daar, denk ik. Ambulance. Iedereen safe? Die ambulance gaan ze niet meer kunnen redden, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Kogel die hij heeft gehad van die shotgun, bro. Ja. Hey, waar heb je eigenlijk die shotgun vandaan? Aha, bro. Man, hebben shotgun deze dagen. Hier en daar wat kopen, toch? Kom op, man. Boys, nu we toch op avontuur zijn. Heel. Ik heb... mijn wapen is warm, man. Hij heeft zin om nog meer te lossen, joh. Sorry. Hey, pas op. Ja, gaan we daar gewoon los, joh. Hey, van rustig. Oh, wat is hier aan de hand? Druk hier, man. Oh, goed, hè?